Homeboys, homegirls, hallo. En meet Eline. Eline is mijn collega en krijgt binnenkort een baby. Vorige week is haar zwangerschapsverlof begonnen en hebben we met heel de Studio Brussel-redactie haar uitgewuifd op Zoom. Het was met een speech van Stijn van de Voorde. We kijken uit naar de verhalen, de bevalling in geuren en kleuren, over water dat breekt en stukken lichaam die openscheuren. Een jolige sfeer. Kei tof voor Eline. Dankjewel. Maar achteraf was ik met haar nog aan het whatsappen om haar veel succes te wensen binnenkort. En merkte ik toch dat je wel heel veel zenuwen had. En ik snap ook wel waarom, want zo bevallen in coronatijden, dat is toch anders dan dat je dat waarschijnlijk in je mooiste dromen had voorgesteld. En toen heb ik het, je kent mij, in de groep gegooid. Check deze, kei veel reactie van hoogzwangere vrouwen met kei veel stress, zenuwen, vragen, twijfels. Maar ook van prille mama's en papa's. Super blij met een kleine verse bundle of joy. En ook wel een beetje opgelucht. Ik mag bij Charlotte op kraambezoek of toch iets wat daarop lijkt. Hallo. Dag Linde. Ik heb een bloemetje meegebracht voor u. Zeg Linde, wat moet jij toch niet doen? Oh, daar is ze. Dag Marie. Hoe oud is zij nu? Een week. Proficiat is zeg. Dank je. Oh. Zalig, hè? Hoe is het gelopen? Eigenlijk vond ik het een supermooie ervaring. Je merkte totaal niets van drukte in het ziekenhuis. Of ik had schrik van dat het een chaos tot en met ging zijn. Dat je daar in volle crisis ging terechtkomen. En dat is eigenlijk ook totaal niet het geval. Iedereen was daar super relaxed. En ik was blij ook dat mijn man er wel mocht bij zijn. Ik had eerst horrorverhalen gehoord. Dat je man na de bevalling meteen naar huis moet gaan en dan niet meer kon terugkomen omdat ze het aantal bezoekers willen beperken. Maar dat was eigenlijk ook niet het geval. Dus hij mocht eigenlijk nog wel, hij was de enige dat eigenlijk over en weer nog wel mocht langskomen. Dus dat was eigenlijk, ja, een supermooie ervaring. Iets te lang gewacht met naar het ziekenhuis te gaan. Ik ben om 14:15 op de spoed binnengekomen en om 14:45 was Marie er. Dus ze hebben bij mij wel de bevalling gedaan alsof dat ik een coronapatiënte was. Hè. Dus ze gingen het risico niet nemen. Dus dat was, zij waren eigenlijk allemaal wel in quarantaine-outfit. Eigenlijk denk ik dat ik er zelf niet meer bij stilstond dat zij speciale pakken klaar aan hadden. Ik had gewoon... Ja, je hebt pijn en dat kindje moet eruit. Hè? Het is misschien ook goed om er niet te veel over na te denken op voorhand. En het gewoon op je te laten afkomen. Je zit nu een week thuis, nog altijd geen bezoek. Behalve ik dan, hè, nu. Ja, maar hoe is dat? Vind je dat niet jammer? Ja, je hebt zo in het begin zo een ideaal beeld voor ogen. Dat je goed wilt uitzien voor bezoek. Ik heb nog een nieuwe pyjama gekocht. En ineens hoort je van ja, je gaat geen bezoek mogen ontvangen. Ik dacht dat ik het erger ging vinden. En het is eigenlijk ook wel leuk om nu gewoon met vier... hier binnen thuis te zitten. Ja, doe wel iets eigenlijk. Ik denk dat dit ook een van de weinige momenten zullen zijn in ons leven dat wij met z'n allen gewoon constant thuis zitten en dat wij zoveel tijd samen kunnen doorbrengen. Dus dat vind ik op zich ook nog wel ergens mooi. Ik vind het vooral jammer voor mijn ouders en mijn schoonouders en zo de gezin en beste vrienden natuurlijk. Ja, je wilt ook het risico niet lopen, hè. Die maatregelen zijn er nu en zeker nu met een pasgeboren kindje doet je er alles aan om die zeer strikt op te volgen en in ons kot te blijven. Mag ik ze nog eens zien? Ja. Dit is voor al het babybezoek dat niet bij jou kan langskomen. Hier is ze nog eens. Oh. Maar echt waar, het viel allemaal veel beter mee dan ik had durven denken. Ik hoop dat heel veel stressende moeders die hoogzwanger aan het panikeren zijn, dat die naar u kijken en weten dat het allemaal wel goed komt. Dat is echt zo. En ik heb daar ook zeker voor, als de datum naderde, ook zenuwachtig over gemaakt. Maar het komt echt wel allemaal goed. En het is echt anders, maar het is ook wel mooi op een andere manier. Een klein kusje op het hoofd van Marie. Nee. En proficiat ook aan de papa, hè?
Dat ga ik zeker doen. Kijk hoe. Dat zie je. Doei, Linda. Daag.